mensen, mijn naam is Joel en ik maak filmpjes voor YouTube. En fijn dat jij op te kijken naar een nieuwe dagelijkse video. Het is nu erg laat. Het is 10:30 s'avonds. Wel, ik moet even nadenken. Maar in ieder geval, fijn dat jij op te kijken naar een nieuwe dagelijkse video. Mocht je nou niet weten wie ik ben en mocht ik nou niet weten wie jij bent, ik ben Joel en jij bent... Oké, goed. Ik ben Joel, ik maak elke dag video's op YouTube. Ik maak kaarttrucs, ik maak van alles wat. En dat vind ik hartstikke gezellig. Dus als je nou dat leuk vindt, als je denkt van nou, ik ben echt benieuwd wat die jongen aan het maken is, blijf dan lekker kijken. En vandaag gaan we weer een lekkere vlog houden. En wat betekent een vlog? Dat ik gewoon ga vertellen hoe mijn dag vandaag was in een logische volgorde. Vlog. Video, logische volgorde. Log. Goed. Hey. Maar in ieder geval, fijn dat je op te kijken naar een nieuwe dagelijkse video. Mijn naam is Joel. En wat heb ik vandaag allemaal gedaan? Ik heb vandaag zo'n geweldige, leuke, mooie dag gehad. Echt waar. Nou, ik heb echt een bijzonder leuke dag gehad vandaag. Ik ben, vanochtend ben ik geweest aan de opening van de Cool Cat in Tilburg, want er is een nieuwe winkel geopend vandaag. En het was echt super druk, het was gezellig, het was een leuk sfeertje, het was een super mooie winkel. Of tenminste, ik vind het echt een super mooie Cool Cat die ik ooit heb gezien. En dan was ik daar en ik had van mijn baas, heb ik een Lina, heb ik een giftcard gekregen. Daar heb ik een vette vest van gekocht, namelijk deze. Bij de Cool Cat in Tilburg. Ik heb een vette vest gekocht van die giftcard. En ik heb. En het is een hele lange witte vest. Echt lang, lang. En aan de achterkant loop je, zeg maar zo aan de achterkant. Twee van die touwtjes. Jullie zullen hem wel waarschijnlijk een keer zien op Facebook. Of als je me daar nog niet op hebt, voeg me dan eventjes daarop toe. Maar in ieder geval, jullie gaan daar binnenkort wel een foto van zien. En die heb ik daar gekocht. En toen ik ging afrekenen, was die vrouw aan de kassa. Haar zoontje keek naar mijn video's. En dat zoontje heet Kenna. Of Kena, Kenna. Ik weet niet of die kijkt, maar als je kijkt. Super tof dat je naar mijn video's kijkt. Dikke shout-out naar Kenna, want die kijkt naar mijn kaarttruc-video's. Dus dat is super leuk. En die kende mij dus en dat wou ik eventjes ook vertellen. Daarna ben ik geweest naar mijn vriendin, heb ik lekkere cupcakes gemaakt. En zijn we nog eventjes gaan chillen. En daarna ben ik gaan werken en ik ben dus nu net klaar met werken. En het was best wel een rustige dag vandaag. Maar er was genoeg te doen, dus het was gewoon een leuke werkdag. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn dag van vandaag. En ik heb er gewoon van genoten, weet je. En morgen ga ik weer een leuke dag krijgen. Morgen ga ik eerst in de ochtend naar een goede vriendin toe. En dan in de avond gaan we naar een kerkdienst toe, want in de avond hebben we een kerkdienst Lighthouse. Dus mocht je geïnteresseerd zijn in een kerkdienst morgenavond, kan je langskomen. Het is een Almkerk en dan ben je van harte welkom. Maar in ieder geval, dat is eigenlijk een beetje wat ik allemaal heb gedaan. Maar waar ik aan zat na te denken, dat, en gooi met mijn handen in de lucht, ik zat na te denken aan mijn agressieproblemen. Nou zul je denken, Joel, heb je agressieproblemen? Nu niet. Nu niet. Ik heb nou geen agressieproblemen meer. Maar vroeger, toen ik klein was, dat weten jullie misschien nooit, heb ik vroeger heel vaak agressieproblemen gehad. Ik heb heel vaak dingen gedaan, of niet echt agressieproblemen, maar als mij niet iets beviel, als ik een probleem tegenkwam, was ik heel graag in de neiging om met dingen te gooien en met dingen te slaan. En, ik was niet iemand die vroeger altijd ging vechten, absoluut niet. Nou was ik wel iemand die van een afstandje veel durfde te doen. Niet met mijn mond, maar met stenen. Ik was vroeger echt een man, dat meen ik echt. Ik heb vroeger echt, ik denk dat ik 7, 8 incidenten heb gehad met stenen gooien. Tegen mijn oom heb ik een steen tegen zijn baksteen aangegooid vroeger toen hij mij zat te irriteren bij het zwembad. Ik heb een keer iemand met een steen tegen zijn neus hier, dat ging helemaal open zo, heb ik een keer een steen tegen aangegooid. Ik heb vroeger stenen door ramen gegooid, echt gewoon normale ramen. Ik heb met stenen gegooid op ruggen van mensen, bakstenen zelfs. En dat was vroeger eigenlijk mijn manier van als ik ergens niet mee eens was, ging ik altijd met stenen gooien. Dan had ik ook een keer gehad dat ik mijn broer die zat in de auto samen met mijn neef. Ze zaten te chillen in de auto. En ik wou ook in de auto komen, maar ik mocht er niet in. En ze zaten allemaal te kloppen op het raam. Ja, ik zat allemaal, hey, ik wil erin. En ik mocht er maar niet in. Wat ik toen had gedaan, ik draaide mijn eigen om en ik trapte een deuk in die auto. Er zat een hele deuk in die auto. En even later, of tenminste twee, drie weken later, was die deuk er zelf uitgegaan. Want die was zo eruit gegaan. Wat was dat nou weer? Maar in ieder geval, die was eruit gegaan en toen was het weer allemaal cool. Maar ik had vroeger best wel veel problemen met betreft als ik ergens niet mee eens was. Ging ik met dingen gooien. Gooien of met dingen kapot maken. Dat was echt mijn probleem. Ik had ook een keer, kennen jullie dat spel? Super Mario Smash Brothers Melee of zo. Ik weet niet, het was een spelletje voor de GameCube destijds. En ik wou vragen aan mijn broer van, hey, mag ik die meenemen? Ik mocht die niet meenemen, ik mocht die niet lenen. En ik dacht echt van, wat slaat dit nou weer op? Dus ik pak die cd uit het hoesje en ik gooi die cd op de grond. Kapot. En dat zijn eigenlijk een beetje dingetjes die ik vroeger, waar ik vroeger echt mee. Ik weet niet of jij dat ook wel eens meemaakt. Dat je bijvoorbeeld dingen doet waarbij je later denkt van waarom heb ik dat nou gedaan? Nou kan ik wel rustig op reageren op bepaalde problemen en situaties. Maar vroeger was het nog wel echt anders. En ik zat er toevallig aan te denken. Want ik had gisteren had ik echt weer een puntje waarin ik best wel chagrijnig werd. Ik was namelijk aan de bar aan het werk. Zoals jullie weten werk ik in een horeca. En ik was aan het werk en ik was glazen aan het spoelen. En op een gegeven moment moest ik dus een glas schoonmaken, een wijnglas. En ik kreeg hem maar niet schoon. Ik was aan het spoelen en aan het schoonmaken. En ik gebruikte veel water en sop en wat dan ook. En ik kreeg hem maar niet schoon. En op een gegeven moment werd ik zo chagrijnig op dat glas. Gewoon op een glas. Kijk, als je nou echt chagrijnig wordt op iets anders. Ik werd gewoon echt chagrijnig op dat glas. Ik dacht van, wat?
wat gebeurt hier nou weer? Dus ik dat glas schoonmaken, dat lukte niet. Uiteindelijk heb ik dat glas, ja, is het glas kapot gegaan eigenlijk, als ik het zo even kort zeg. Het is misschien niet goed geweest, maar ik kan er gewoon soms eventjes niet, kon ik er even niet op reageren. Maar in ieder geval, dat was eigenlijk een beetje mijn dingetje. Maar vroeger waren, dat wisten jullie waarschijnlijk allemaal nog niet, dat ik al die dingen heb gedaan. Ik heb vroeger ook zulke ergere dingen gedaan. En ik ga zo meteen de video sluiten met een video die ik in 2007 heb opgenomen. Ik heb namelijk vroeger, toen voor YouTube bestond video.google. Dat kennen jullie waarschijnlijk niet, de meeste van jullie zullen daar niet mee bekend zijn. Maar voor degene die het kennen, dat was eigenlijk zeg maar een soort van YouTube, maar dan voor Google. Google had vroeger ook een pagina waar je video's op kon kijken, video.google. En daar upload ik eerst al mijn video's op. Toen bestond YouTube volgens mij nog niet eens, maar toen upload ik daar al mijn video's op. En die video's heb ik van de week allemaal teruggevonden. En ik wil er een paar aan jullie laten zien aan het einde van deze video. Dus aan het einde van deze video, je kan alvast doorspoelen, gaan jullie een aantal video's zien die ik vroeger heb gemaakt met mijn mobieltje, met mijn, wat is het, Samsung D600. Echt een oud telefoontje. Maar in ieder geval, die heb ik toen allemaal gemaakt. En ik hoop dat jullie ze onwijs leuk gaan vinden. Maar in ieder geval, mensen, dit was eigenlijk de video voor mij voor vandaag. Maar jullie gaan nu de aantal beelden zien die ik vroeger heb opgenomen met mijn telefoon. Dus dat gaan jullie zien. Ik bedank jullie enorm voor het erg kijken. Wauw, wat een Nederlandse opbouw heb ik er soms mijn zinnen. Echt verschrikkelijk. Ik ben niet trouwens de enige. Soms zegt mijn vriendin ook dingen dat ik denk van, wat zegt zij nou weer? Bijvoorbeeld vandaag zei ze ook iets van, wat zei ze nou ook alweer? Ik weet het niet, maar in ieder geval soms dan zegt zij dingen door elkaar en denk van, Maar in ieder geval, mensen, jullie gaan nu naar een aantal beelden kijken van 2007. Dus dan spreek ik over hoeveel jaar geleden? Over 8 jaar geleden. 8 jaar geleden toen ik was. Maar in ieder geval, jullie gaan nu die video's zien. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Abonneer op dit kanaal voor meer dingen. Jullie gaan binnenkort weer kader video's zien van alles en nog wat. Dus blijf zeker abonneren, blijf reageren. En ik zeg jullie gewoon weer de volgende keer met een nieuwe video. Geniet van de beelden en ik zeg ciao! Obadi Obada van de Beatles.